Jongens en meisjes, vandaag ga ik een verhaal vertellen wat niet in de Bijbel staat, maar wat wel erover gaat dat het woord van God ook aan andere mensen gebracht moet worden. En dan is er ook vandaag wel een vraag om over na te denken. En de vraag om over na te denken is deze. Geen oorlog. Wel strijd. Hoe kan dat? Daar moet je vandaag eens over nadenken. Er hoeft geen oorlog te zijn, terwijl er wel strijd is. Hoe kan dat? Hoe zou dat komen? Luister, maar goed. Er staat een blanke man met een blanke huid op een plaats in de bergen. Om hem heen staan bruine mannen met bruine ogen. En ze hebben van allerlei spullen bij zich. Een aantal mannen die bij de blanke man staan, dat zijn dragers, die hebben allemaal spullen gedragen, in tassen op de rug, spullen tussen zich in aan een lange stok gehangen. En er zijn ook een paar evangelisten bij, bruine mensen die uit een ander dorp komen en met de blanke man meegegaan zijn, om misschien ook andere mensen over de Heere te vertellen, over zijn woord. Blanke man, het is dominee Kuyt. Dominee Kuyt, de blanke man, die kijkt rond en hij kijkt ook wel bezorgd. Er zijn bergen, er staan veel bomen, hij ziet veel rotsen op de grond en hij schudt zijn hoofd. Dat kan wel eens moeilijk worden. De Heere God heeft hem deze plaats gewezen om hier als zendeling te gaan werken. Een tijdje geleden is hij met een vliegtuigje van de MAF over deze plaats gekomen, hebben ze wat lager gevlogen en dominee Kuyt die kreeg toen van de Heere het bevel: op deze plaats moet u van mij gaan vertellen. En een van de dingen die volgens dominee Kuyt nodig zijn, is een plaats waar een vliegtuigje kan landen. Maar dat kan nog helemaal niet. En hoe komt hij dan nu hier? Wel, dagenlang is hij met zijn dragers en met de andere evangelisten en met zijn vrouw, want die is er ook bij, die staat wat achteraan, zijn ze door het oerwoud gelopen. Soms moesten ze bomen afkappen en een weg maken, een pad maken. Maar gelukkig, van de dragers die erbij waren, wisten wel de weg. Eén keertje is het heel gevaarlijk geweest, toen de vrouw van dominee Kuyt, de vrouw van de evangelist, struikelde en in de struiken viel. En de mannen hebben gegild, want vlak achter de struiken was een diepe ravijn. Maar de Heere bewaarde. Gelukkig maar. Als de Heere met je is, dan gaat het goed. Dan zal hij bewaren, hoe het dan ook gaat. Zeg, is dit nou echt de plaats die de Heere gewezen heeft? Hier zullen ze aan het werk moeten. Graven, bomen kappen. Er moet een vlak stuk land zijn, een plat stuk waar een vliegtuigje kan landen, zodat de spullen van de zending kunnen komen. Hé, zag je dat? Terwijl ze hier staan te kijken, was er daar iets verderop bij de bosrand, zag ik allemaal bruine gezichten. Bruine gezichten die even keken en snel weer weggingen. En op een andere plaats nog een paar bruine gezichten van mannen en gauw weer weg. Het zijn de mensen die hier in de buurt wonen. En ze schrikken. Wat zou deze blanke man hier moeten? Wat komt hij hier doen? Een paar dagen later kijken ze nog eens. En dan zien ze dat dominee Kuyt met zijn helpers heel hard aan het graven is. En de grond aan het glad maken is. En kijk eens, daar een stukje daar vandaan hebben ze ook al wat grashutten gemaakt om te slapen.
wat zou hier gebeuren? De ogen van de mensen bij de bosrand, die kijken niet blij. Maar uiteindelijk, na een poosje, dan zien ze dat deze dominee, deze blanke man, helemaal geen kwaad in de zin heeft. Hij heeft geen pijl en boog bij zich om te schieten. Hij is alleen maar hard aan het werk. En langzaam komen wat mannen uit de bosrand gelopen en komen wat dichterbij kijken. En een van de helpers van de dominee, die gaat met hen praten. En ze proberen uit te leggen dat ze hier komen wonen. Eerst schudt de hoofdman Liok, die schudt zijn hoofd. Nee, niet wonen, wil hij zeggen. Maar als ze merken dat de zendeling helemaal geen kwade bedoelingen heeft, dat hij komt met vrede, dan lijkt het wel alsof ze niet zo bang meer zijn. Want een poosje later, dan komen ze met een varken en die gaan ze slachten en die gaan ze samen met de helpers van de zendeling gaan ze die eten. En kijk eens wat dominee Kuyt doet. Dominee Kuyt geeft aan Liok, de hoofdman, geeft hij een bijl als teken van vriendschap. Nou, Liok de hoofdman, die voelt zich nu wel helemaal belangrijk. Met een echte bijl, dan kan hij dus ook bomen kappen op dezelfde manier zoals de zendeling dat doet. Daar is hij wel blij mee. En ze laten de zendelingen een hele poos hun gang gaan. Na een poosje is er al een plat stuk veld voor een vliegstrip van wel 200 meter. En dan komt Liok de hoofdman op een dag, 's morgens vroeg, en die loopt naar het eind van het platte stuk van de vliegstrip en dan zet hij een paar grote palen in de grond. Alsof hij zegt willen, zo, verder niet. Een helper van dominee Kuyt, die gaat naar hem toe en die vraagt, wat wilt u? Het is nu genoeg, zegt Liok. Dit is genoeg. De andere grond is voor onze tuinen nodig. Niet meer verder werken. Dominee Kuyt komt erbij. Hij begrijpt wat de mannen met elkaar praten. En hij denkt, dat kan helemaal niet. Om een vliegtuigje te kunnen laten landen, hebben we niet 200 meter gras plattegrond nodig, maar 450. Maar hij ziet wel aan het gezicht van de hoofdman, daar komt niets van in, dat zal niet gebeuren. Met een verdrietig hart gaat dominee Kuyt terug naar zijn tent. Naar zijn vrouw, naar zijn hut. In de hut is zijn vrouw. Hij zegt, bidden Wiep, bidden. En hij zegt tegen mannen, we stoppen met het werk. We gaan bidden tot de Heere, of hij helpen wil. En die dag en de volgende dag, 2 dagen lang, wordt er niet gewerkt. Maar zijn ze heel veel bezig met vasten en bidden. Alleen maar bezig met de dingen van de Heere. Met zijn woord de Bijbel. Te bidden, Heere, wilt u ons helpen? U heeft toch zelf deze plaats gegeven, Heere? Wilt u dan helpen? En weet je wat er gebeurt in die dagen? De Heere maakt dominee Kuyt dapper. Hij hoeft niet bang te zijn. En kijk eens wat er gebeurt. Op de 3e dag, 's morgens vroeg, komt dominee Kuyt aangelopen en hij loopt er naartoe, naar de palen, en hij trekt de palen van de hoofdman Liok uit de grond en zet ze 20 meter verder. En hij wenkt zijn helpers en ze gaan weer bezig. Liok, de hoofdman, en de andere mannen, die kijken uit de verte wat gebeurt. Zouden de goden de zendeling nu straffen? Maar er gebeurt niets. En Liok, de hoofdman, durft ook niets. Op een dag wil hij toch wel eens wat weten. Hij gaat naar dominee Kuyt toe. En hij probeert duidelijk te maken dat hij iets wil weten over de vrouw van dominee Kuyt, over Miep. Zou zij echt zijn vrouw zijn? Want er klopt iets niet. De mannen van zijn volk, die slapen bij elkaar in een tent. En de vrouwen slapen bij elkaar in een tent. En deze man, die slaapt met die mevrouw.
met dat lange haar samen in een tent. Dat klopt toch niet? En is zij echt uw vrouw? En dat lange haar dan? De mannen van zijn volk hebben ook lang haar. Maar dat doen ze op een staart en daar doen ze varkensvet in. Maar deze mevrouw heeft haar haren gewoon lang naar beneden hangen. Nee, het is echt de vrouw van de evangelist. Liok, het is echt mijn vrouw, zegt de dominee. Hé, dat is aardig. Op een dag, daar komen de bruine mensen, de Jali-mensen van dit volk, die daar in de buurt wonen. En ze hebben een klein varkentje bij zich. En ze zeggen, Toean Kuit, dit varkentje is voor u. Eet het maar op. Dominee Kuit pakt het beestje vast en voelt eens en kijkt eens. Hij zegt, nee, die ga ik niet opeten. Die ga ik eerst vetmesten. Want dan is die groot en dan kunnen we er samen van eten. Nee, zegt de hoofdman, u moet hem peilen. Pak een pijl en schiet het varkentje dood en ga het maar opeten. Dominee Kuit denkt, wat willen ze nu? Wat bedoelen ze nu? Hij zegt, nee, ik weet het zeker, ik ga hem vetmesten. En hij zorgt ervoor dat er een soort hekje gemaakt wordt bij zijn huisje, bij zijn hut. En daar wordt het varkentje vet gemest. Weken lang. En het wordt groter en groter. Hij zal het niet zomaar doden. Maar het was steeds zo dat er elke dag wel mensen uit het dorpje van de Jali's bij hem kwamen. Kwamen ze kijken of ze liepen om zijn hut. En ze probeerden met hem te praten. Maar zolang dat varkentje bij zijn huis is, komt er niemand van de mensen in de buurt van zijn. Zou er wat met het varkentje zijn? Ja, er is wat mee. Later hoort de dominee wat er mee is. Dit varkentje was van de mensen in het dorp. En dat varkentje heeft een kleine slang opgegeten. Zomaar opgeschrokt. En de mannen uit het dorp hebben het gezien. En als je dan dat varkentje zou slachten en opeten, zou je sterven. Begrijp je het? Dat is werk van Satan. Ze dachten, als we nu het varkentje aan de dominee geven, en we zorgen ervoor dat hij het gaat slachten en opeten samen met zijn vrouw, dan sterft hij en dan gaat hij wel weg. De Heere bewaarde ervoor. Later hebben ze met elkaar het varken geslacht en het samen opgegeten. Hé, dominee Kuit de zendeling, zou hij alleen maar komen om hier te werken en een vliegstrip aan te leggen dat de vliegtuigjes kunnen komen? Nee, als het zaterdag is, dan stoppen ze met werken en dan gaan ze samen eten met de helpers en de andere evangelisten en gaan ze samen naar de Bijbel luisteren. En op zondag leest de dominee een klein preekje en hij vertelt daarover. Langzaamaan komen er ook mensen uit het dorp. Een van de belangrijkere mannen heeft van de dominee ook een bijl gekregen. Het is Mukani. En Mukani is de eerste die gaat luisteren naar de woorden van de Heere. En ook kan dominee Kuit andere dingen voor de mensen doen. En een van de belangrijke mannen van het dorp, die heeft een zieke vrouw. Een van zijn vrouwen is ziek geworden. Frambuzia, allemaal bulten op haar huid. En daar kan je niet van genezen worden, als je niet de juiste medicijnen hebt. En hij komt bij dominee Kuit. Kunt u wat doen? Gelukkig, de dominee heeft ook een dokterskoffer bij zich. Een van zijn helpers heeft die gedragen en die heeft hij nu bij zich. En hij maakt hem open en dan pakt hij een spuit met een grote naald. De vrouw van de hoofdman die schrikt. En dan gebeurt er nog iets, want de blanke man pakt haar vast. En mannen mogen de vrouwen niet zomaar vastpakken. En dominee Kuit probeert uit te leggen wat hij moet doen. En met een stevige duw duwt hij de naald in haar. De vrouw gilt het uit.
gelukkig, de medicijnen komen in haar lichaam en ze wordt gezond. Gaat het werk zomaar verder? Gaat het allemaal goed? Nee. Kijk eens wat er gebeurt. Terwijl de vliegstrip al een heel stuk klaar is, staat daar op een dag een hele groep mannen uit het dorp, de Jali-mannen. Daar staan ze weer, Liok en zijn helpers, jonge mannen, ouder mannen. Maar wat zien ze eruit? Ze hebben strepen op hun gezicht geschilderd. En kijk eens wat een pijlen ze bij zich hebben en speren. En ze staan er stoer en dapper bij. Daar staan ze op de vliegstip met een grote groep en ze maken haast een halve boog richting Dominee Kuyt. Wat zou de bedoeling zijn? Wat betekenen die oorlogsteken op hun gezichten? Waarom al die wapens? Wat een dreiging! Dominee Kuyt komt aangelopen met een paar helpers en hij vraagt aan een van zijn helpers die de taal wat beter spreekt, zegt hij, willen ze mij doden? Laat ze mij maar doden. Doe het maar, zeg het maar tegen de mannen. Want mijn lichaam kunnen ze wel doden, maar mijn ziel niet. De helper die vertaalt het. Dit wordt spannend. Want zometeen, dan wordt misschien de dominee gedood. Maar kijk eens, Liok, de hoofdman, die pakt zijn pijlen. En wil die, nee, hij gaat niet. Hij gooit zijn pijlen op de grond. Hij wil eigenlijk zeggen, wij willen niet vechten. Wij willen geen strijd. Maar hij zegt, ga weg. Weg van hier. Dominee Kuyt, u ziet het. Hij denkt, weg. Hij schudt zijn hoofd. Hij zegt, nee, dat kan niet. Wij komen met een goede boodschap. Wij kunnen niet weg. We komen met een goede boodschap, ook voor jullie, van God in de hemel. Even later gaan de strijders weer weg, dus de mannen. Maar een paar dagen later zijn ze er weer en hebben ze zijn huis omsingeld. Weg betekent dat. Ga weg. We willen niet dat u hier bent. Wat is dat bedreigend en spannend. Mevrouw Kuyt komt even naar buiten kijken en ze schrikt. Zou dit het einde zijn? We willen geen strip. We willen Jezus niet, zeggen de mannen. Dominee Kuyt denkt, wat moet ik nu? En hij gaat gauw naar binnen en dan pakt hij zijn radiotoestel waarmee hij contact kan maken met anderen. En ook met de mensen van de MAF. En hij zegt, er is gevaar, er is bedreiging, zegt hij in het apparaatje. Kan er even iemand met een vliegtuig overkomen? En gelukkig, niet zo lang daarna, je geronk in de lucht en daar komt een vliegtuigje aan. Het vliegtuigje kan natuurlijk nog wel niet landen, maar het vliegtuigje maakt een lage duikvlucht over het huis van Dominee Kuyt en over de vliegstrip die ze aan het maken zijn. En hij draait in de verte om en hij komt nog een keer van de andere kant, weer een duikvlucht. En nu schrikken de mannen van het dorp. Weg, zeggen ze, weg! Het vliegtuig vliegt weg en het gevaar lijkt geweken. De Heere zorgt voor zijn knecht. Hé, de vliegstrip wordt al langer en langer. Maar als hij er eind heen lang genoeg is en er is weer wat grond bijgekocht voor een bijl van een van de andere mannen, dan schudt dominee Kuyt zijn hoofd. Daar liggen een paar zulke grote rotsblokken, die zal hij niet weg kunnen krijgen. Weet je wat hij met die rotsblokken soms deed? Dan ging hij een gat graven onder zo'n rotsblok en dan ging hij een vuurtje stoken. En dan werd die rots heel warm en dan barstte die open. Maar deze rotsblokken, dat lukt niet. Hij gaat naar zijn vrouw en zegt, vrouw, we moeten terug naar de stad, dagenlang. Er moet dynamiet komen. We moeten het kunnen laten ontploffen, anders zullen die rotsen. En voor zorgen dat er nooit geen vliegtuigje kan komen. Ja, maar zegt ze, ik kan niet weer zo lang lopen door het oerwoud. Dan moet je maar alleen. Ja, dominee Kuyt heeft liever zijn vrouw bij zich. Want wat gebeurt er als hij er niet is? Maar er zit niks anders op dan maar gaan.
Hij gaat en zijn vrouw blijft achter. De mensen die op de vliegstrip aan het werk zijn, die doen goed hun best. En een man uit het dorp staat te kijken, maar op een dag, als de dominee nog weg is, dan gaat het regenen. En de mannen die willen naar binnen. Kom maar, zegt mevrouw Kuyt, kom maar binnen. En dan zijn er heel veel mannen in haar hut om te wachten tot het droog wordt. Maar wat gebeurt nu? De mannen beginnen te zingen. Eerst langzaam zingen, dan sneller zingen. Dan beginnen ze te roffelen op de grond. En beginnen ze nog sneller te zingen. En dreigender, mevrouw Kuyt denkt, wat gaat er gebeuren? Want hoor eens, in het lied wat ze zingen klinkt elke keer haar naam. Oh, ze gaan haar toch zo meteen niet doden. Een stil gebed tot de Heere komt in het. Heere, bewaar mij. Dan kijkt een van de mannen naar buiten. Het is opgehouden met regenen. En hij wenkt de andere mannen. En ze stoppen met zingen. En ze gaan weer aan het werk. De Heere heeft gered. Een poosje later komt dominee Kuyt en hij heeft staven dynamiet bij zich. Eerst doet hij in het kleine paar proefontploffingen. De mensen schrikken, maar als ze een beetje aan het geluid gewend zijn, dan roepen ze boom fano, tuan, tuan, boom fano. Knal nog eens, willen ze zeggen. Laat nog eens ploffen. En door het dynamiet weet de Heere, zegent de Heere, dat die grote rotsblokken in stukken uiteenvallen. En dominee Kuyt moet dan aan denken, zoals de Heere de rotsblokken splijt, dan denkt de Heere, wilt u zo ook de harten van deze mensen openen. Na een tijdje is de vliegstrip klaar. Het eerste vliegtuig kan komen, hij geeft het door. De Heere zorgt. Hij zorgt in het werk wat nodig is. Maar hij zorgt ook voor zijn kerk. Dat er nog steeds, ook nu nog, mensen bij mogen komen. Om bij hem te horen. Om hem te leren kennen. En hem te dienen. De Heere zorgt dat het werk doorgaat tot de laatste dag. Ook nu nog mogen zendelingen gaan om op verre plaatsen evangelie te verkondigen. Misschien niet meer zo hard werkend om vliegstrippen te maken zoals dominee Kuyt, maar wel om plaatsen waar nog nooit iemand geweest is, de Bijbel open te laten gaan en van de Heere te vertellen. Doe jij dat ook dicht bij huis, van de Heere vertellen? Ik had een vraag gesteld. Geen oorlog, toch strijd. Hoe kan dat? Als je denkt aan dit verhaal. Geen oorlog, maar er was wel een strijd. Hoe kan dat? Dat was toen. Gebeurt dat nu nog? Dat er geen oorlog is en dat er toch strijd gevoerd wordt? Denk daar maar eens over na.